Samen met Joke Schipper zijn wij in 2018 begonnen om iets te gaan organiseren voor onze ouderen. Er was hier helemaal niks. En toen dachten we, hoe gaan we dat aanpakken en wat gaan we dan doen? En uiteindelijk is dat het samen eten geworden. En meestal de laatste woensdag van de maand, dan halen we onze ouderen op. Of zij komen spontaan zelf naar het dorpshuis toe. En we merken dat we onze ouderen echt superleuk vinden. We kijken er ook naar uit. In het begin, toen we net waren gestart en bij mensen langs gingen, zeiden ze, ja, dat hebben we niet nodig. En eten, ik kook zelf, dat is allemaal niet goed. Maar nu ze bij ons mee eten, zeggen ze, dit is wel leuk. Thuis ben ik in 5 minuten klaar en nu zit ik gewoon 1,5 uur aan tafel, gezellig te kletsen. En heb ik het naar mijn zin en heb ik weer contact gehad met anderen. Dus ja, ze zijn er wel heel erg blij mee. In principe koken wij zelf. De ouderen schuiven aan, die hoeven er daar niks voor te doen. Soms hebben we sponsoren die of koken of iets aanbieden wat we kunnen gebruiken. En dat is van bedrijven tot vrijwilligers tot vrienden van ons of wethouders, die doen ook daarin mee. Dus we proberen wel iedereen te mobiliseren om mee te doen met ons, zodat ze weten het samen eten doet er echt toe. Over 5 jaar zien wij onszelf als een nog steeds grote groep met mensen, ouderen, die gezellig samen komen eten in het dorpshuis in Hekelingen. En ja, mensen kunnen zich blijven aanmelden uiteraard. En wat wij ook graag zouden zien is dat in de omliggende wijken de projecten ook zouden worden opgestart. Bijvoorbeeld in de Maaswijk of in Waterland. Wij krijgen nu ook aanvragen vanuit daar of zij bij ons mogen aansluiten. Maar dat staan we nu niet toe, omdat we al met een grote groep zitten vanuit Hekelingen zelf.